Mijn vader had het al snel in de gaten. Hij zei, er staat iets verschrikkelijks te gebeuren. Ons huis zat chockvol. Alles was er samengestroomd. Zondagochtend kwam mijn vriend en latere man Andries naar het dijkhuis met zijn broertje Piet van 11 jaar oud. Ze riepen, wij hebben niets meer. Alles is verdronken. Johannes stapte uit, maar werd vrijwel direct meegesleurd door de sterke stroom naar de andere kant van de sloot. Hij leek zich te redden door op een met stro bedekte uienhoop te gaan zitten. Paulina kwam naar hem toe. Toen spoelde die uienhoop weg en zijn ze verdronken. Mijn vader zei later, dat waren de angstigste uren van mijn leven. Je ziet het water naar een lager peil komen. Je ziet mensen die proberen te helpen. Maar dan kwam het water weer op en werd het weer donker. Dat water was zo krachtig. De koeien vonden we later, dood en aan elkaar gebonden, 20 kilometer verderop. Na ongeveer 5 minuten te hebben geduwd, namen de golven een andere vorm aan. Het waren nu steile watermassa's van ongeveer 2 meter hoog, die op ons afkwamen en zich niet van boven naar beneden ontlasten. Precies hetzelfde beeld zoals ik de Niagara-waterval van een plaatje ken. We zijn gevlucht naar het huis van mijn oom aan de Westdijk. We waren in de bijkeuken. In de vloedstroom kwam opeens een poppenstoeltje door het raam aandrijven. Mijn vader vroeg, Ko, is dat jouw poppenstoeltje? Ik herkende het direct. En waar stond je poppenstoeltje, Ko? Op de linnenkast op zolderpa. Zo kwamen we te weten dat onze boerderij was ingestort. Onze hele vlucht naar Stellendam was 1 grote confrontatie met onze machteloosheid. Ik rapporteerde op maandag 2 februari 1953. Verkenning middendeeloverflakkee van 9 uur 10 tot 10 uur 35. Gebied volledig geïnundeerd. Stop. Dijkdoorbraken ontelbaar aan zuidzijde. Daar gaat het huis van Bram Vollaert ondersteboven. Ze drijven daar. Laten we hen gaan helpen. Ik heb het geprobeerd, zover mijn krachten reikten. Zij spoelden op een stuk zolder tegen de dijk aan. Er bleken 16 of 17 mensen op een stuk dak van een schuur te hangen. Het welk gesteund werd door de vrachtauto van Willem de Gast. Hier waren reeds 2 jonge mensen verdronken. Er zaten ook nog 5 kinderen bij. Met een kind van Cornelis Vreeswijk op mijn arm. En diens vrouw, die een verstuikte voet had, aan de riem van mijn jas. En bakker Breen, die moet ook nog mee, riepen ze. Zouden we de terugtocht wagen? Toen is mijn vader met me meegefietst. Mijn moeder zei nog, jij drommelse jongen, moet je je vader dat per se aandoen? Dat waren de laatste woorden die ik haar heb horen zeggen. Toen ik door mijn vader was afgezet op de Battenoordse dijk, waren zijn laatste woorden, nou jongen, dan ga ik maar.
Het water liep geleidelijk over de dijk heen naar ons huisje onderaan de dijk. Zo over de keukenvloer. Mijn zwager woonde op de dijk. Het water sloeg direct hoog tegen zijn woning. Hij kwam ons waarschuwen. Komt eruit, want je verzuipt, zei hij. Daar bewoog iets. Het was pa. Die had zich weten te redden. Even later vonden we Leni en Mimi. Na wat balken en puin te hebben verwijderd, kwamen Koert en zijn vrouw en dochter tevoorschijn. Maar waar was ma? Het dak en de zolder spoelden nu helemaal weg. Waar was moeder?